De coronatoegangspas wordt op meer plekken verplicht, maar voorlopig nog niet op de werkvloer. Jan Kloosterman van de RMU maakt zich wel zorgen dat het binnenkort wel gaat gebeuren. En voorganger Joël Boertjes ziet dat door de coronamaatregelen christenen verdeeld raken. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Dringend advies om 1,5 meter afstand te houden en de mondkapjes zijn weer verplicht op stations en doorstroomlocaties. Dat zei demissionair premier Rutte vanavond in de persconferentie. Ik praat hierover door met Jan Kloosterman van de RMU en voorganger Joël Boertjes. Beide van harte welkom. Dank. Om met u te beginnen, meneer Boertjes. Wat viel u op tijdens deze persconferentie? De maatregelen die ze aangekondigd zijn best heel ingrijpend natuurlijk. Ja. De meeste waren denk ik ook al wel verwacht, hoewel de snelheid waarmee wel ingrijpend ook is. Ja, is er eentje die u extra opviel van die maatregelen? Nou, die met de nieuwe datum dat er volgende week gekeken wordt om toch ook op het werk te gaan werken met die coronapas, dat er plannen voor zijn. Ja. Dat is natuurlijk wel heel sterk ingrijpend. Ja. Maar wat me meest bijblijft is dat toch premier Mark Rutte daar ook wel open en eerlijk over was. Dat hij zei van wat worstelen we enorm hiermee en wat is het lastig. En op sommige momenten, we kunnen allemaal kritiek hebben en ik ben ook niet, zeker niet met alles blij, niet met alles eens. Nee. Maar je zou maar in de schoenen staan van de regering, denk ik dan ook wel. Ja. En ik vond het wel mooi dat ze wel in ieder geval die worsteling ook erkenden. Die hebben ze gedeeld met de kijker eigenlijk. Ja, het is toch een beetje kwetsbaar opstellen in ieder geval. Meneer Kloosterman, hoe keek u ernaar? Ik herken dat, hè. Moeilijke dilemma's en je zult maar in hun schoenen staan. En de oproep voor wat mildheid en ruimte voor elkaar in de verschillen die er zijn, helemaal mee eens. Ja. Vervolgens worden er een paar maatregelen aangekondigd nu die nodig zijn. Maar waar ik gewoon ronduit van geschrokken ben, is het doorkijken wat men geeft naar wat hierna gebeurt. Ja, want even kort uitleggen, we komen er later nog uitgebreid op terug. Maar op 12 november wordt er verder gekeken naar de invoering van een coronatoegangspas op je werkplek, hè? Ja, men monitort de cijfers. Dat doen we natuurlijk al de hele tijd. En men kijkt gewoon, loopt de besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames voldoende terug? Ja. Zo niet. Dan verdergaande maatregelen. Ja. En daar is vanavond dan nog, dat zijn nog lichte maatregelen. Als je nagaat dat een coronapas mogelijk gewoon de slagboom wordt, of ik wel of niet naar mijn werk mag gaan, dan heb ik het over mijn levensonderhoud. Ja, daar gaan we zo meteen nog verder over praten. Maar de maatregelen die nu zijn afgekondigd, die aanstaande zaterdag 6 november van kracht worden, zijn onder andere dat mensen de helft van de tijd thuis moeten gaan werken. Vindt u dat een goed plan? Ik begrijp dat je een aantal maatregelen moet nemen om het terug te gaan. Ik vraag me met heel veel mensen af, zijn dit nou de meest effectieve? Maar dat weet niemand helemaal precies. Wij zijn er op zich niet blij mee dat we weer meer thuis moeten gaan werken. Aan de andere kant, dat advies was nog niet helemaal ingetrokken. Nee. Zoveel als mogelijk thuiswerken. Het is wat zwaarder aangezet. Als dat nodig is om in deze crisis het aantal besmettingen terug te dringen en op die manier collectief met z'n allen wat bij te dragen aan een veiliger en ook een gezondere samenleving als het gaat om coronacrisis, dan is dat wel de moeite waard. Ja. Want een van de andere maatregelen is de QR-code. Die wordt op meer plekken ingezet. Bijvoorbeeld buitenterrassen, die zijn nieuw. Musea, koren werden er ook genoemd. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, op bepaalde maatregelen, toen ook de buitenruimtes werden genoemd, toen hoorde ik om me heen ook wel wat van wat apart. En ook het sporten. Mm. En veel mensen die, het is belangrijk dat we natuurlijk sterk worden en bouwen aan de immuniteit en de gezondheid. Ja. Zo kun je over al die maatregelen wel wat dimdammen natuurlijk. Mm-hmm. Ook zo net wat over het thuiswerken werd gezet. Ik woon zelf in Amsterdam. Er zijn heel veel mensen die niet de luxe hebben om thuis te werken. Dat klopt. En ook die in een heel klein flatje wonen met een groot gezin. Dus ook dat zijn wel erg ingrijpende maatregelen. Daar is het eigenlijk in de persconferentie niet over gegaan, hè? Over mensen die niet thuis kunnen werken. Nee. Maar dus voor heel veel mensen is thuiswerken ook wel een luxe. Ja. En veel mensen hebben die luxe ook niet. Dus dat is wel behoorlijk heftig. Ja. En bij alle beroepen past het natuurlijk ook niet. Daarom hebben wij ook voortdurend opgeroepen, doe het per beroepsgroep of per bedrijf. Ja. Kijk naar maatwerk. Raak je dan het overzicht niet kwijt? Want dan moet je telkens gaan opzoeken bij welke beroepsgroep hoor ik eigenlijk. Dat is lastig. Maar ik denk ook als je op jouw werkplek weet wat daar de afspraken zijn, dat mensen best in staat zijn om dat te onthouden. En dat het ook mogelijk meer recht doet aan de situatie zoals genoemd. Want die verschilt per mensen nogal en ook per beroepsgroep. Ja, 1,5 meter afstand, die komt weer terug. Ja. Niet verplicht, maar wel heel erg dringend advies. Hè? Ja. Goed plan? Ja, wat mij betreft was die bijvoorbeeld wel weer verplicht gesteld. Want we weten gewoon heel veel over het virus nog niet. Maar dit weten we wel, dat 1,5 meter echt helpt als je die afstand houdt, dat het virus veel minder vaak en veel minder snel overgedragen is op een ander. Ja. Dus of je nou gevaccineerd bent of niet,
We kunnen allemaal nog het virus overdragen in verschillende maten. Maar als we 1,5 meter afstand houden, helpt dat gewoon heel erg. Ja. En dat is voor iedereen te snappen. En ook door iedereen zou dat uit te voeren kunnen zijn. Ja, meneer Boertjes, u bent voorganger. Betekent dat dan ook dat wij zondag in de kerk ook weer allemaal 1,5 meter afstand moeten gaan bewaren? Ik denk dat als christenen kunnen best wel eens klagen. En iedereen heeft het zwaar natuurlijk. Maar als christenen hebben wij de bevoorrechte positie gehad ook de afgelopen tijd. Mm-hmm. Voetbalstadions, daar mochten geen mensen meer in. Bepaalde winkels die niet primair belangrijk genoeg essentieel werden. Ja. Als je wilde, grondwettelijk, kon je gewoon met 500 man tegen elkaar aanzitten. Keihard gaan zingen met elkaar. Dus ik denk dat we daarin als christenen ook best heel dankbaar mogen zijn. Dat wij in een land leven waarin we juist een enorm bevoorrechte positie hebben gehad. Ja. En ik vermoed dat we die ook nog steeds zeker zullen behouden. Ja. Waarbij het wel mooi is als christenen natuurlijk ook een steentje bijdragen. Hè? Weer gevaccineerd of niet, maar laten we kijken wat we kunnen doen. De beeldvorming doet ook mee. Ja. En met die vrijheid die we hebben, laten we dan ook ons verantwoordelijk gedragen door te zeggen, hey, wij kiezen sowieso niet om helemaal aan de grens te gaan zitten. En wij willen ook rekenschap geven dat wij ook mensen zijn het virus over kunnen dragen, ook binnen een kerkgebouw. Ik ben er 100% voor dat je juist als kerk daarin ook voorgaat. En dat je zegt, we gaan niet provoceren of op het randje zitten. Als kerk misschien zelfs het goede voorbeeld geven daarin. Nou, niet misschien wel zelfs zeker dat je zegt, daarin willen we echt een voorbeeld zijn en dat we niet die grondrechten gebruiken. Het is wel een dilemma, hè? Want dan zou je kunnen zeggen, we doen het alleen nog digitaal, terwijl het opgaan naar Gods huis, om het een keer heel klassiek te zeggen, ook een grote zegen is en nodig is, want bij mij is een dienst beleven achter het scherm toch echt anders dan in het gebouw aanwezig zijn, waar de zegen uitgesproken wordt, de lezingen zijn en je ook met elkaar bent. Ja, we hebben in camera's gepreekt en dan is het daar meer een productie dan dat je echt een samenkomst beleeft. Ja, we gaan zo meteen verder erover. We hebben al net de sportscholen genoemd, want voor sportscholen wordt het ook verplicht om de QR-code te gaan gebruiken en sportschool-eigenaren zijn hier niet zo blij mee. En daarover praat ik verder met Bartil van Delen van de sportschool Refit uit Doornspijk. Meneer van Delen, van harte welkom in de uitzending. Hoe heeft u naar de persconferentie gekeken? Ja, nou het was wel te verwachten. Maar we waren toch nog wel even geschokt dat we blijkbaar al zover zijn in Nederland. We geloven wel dat dit allemaal Gods leiding is. Dus we zijn tegen de maatregelen, maar als het helemaal zo is, dan moeten we er toch mee zien te leven. Als het concreet gaat over de sportschool waar u bij betrokken bent, hoeveel procent van de klanten gaat hier problemen mee krijgen met die QR-code? Hoeveel is er wel of niet gevaccineerd? Ja, we wonen hier in een regio waar dat toch wel lastig is. Mm-hmm. Dan praat je al gauw over 50%. Dus we zien ook dat iedereen al tegen elkaar op begint te boksen. Dat iedereen aan ons vraagt van wat gaan jullie doen? Ja, wat zegt u dus dan? Ja, wat zei u? Wat zegt u dan? We weten het zelf ook nog niet precies. Het is natuurlijk heel korte termijn allemaal. Dus we weten niet wat de juiste oplossing is. Ja. We worden best wel in een moeilijke positie nu. In een best wel moeilijke positie gedrukt. Ja, want ik kan me voorstellen als 50% van uw klanten geen QR-code heeft en misschien ook niet wil testen elke week of twee keer per week als ze naar de sportschool komen. Dat is best een probleem voor een bedrijf om dan overeind te blijven. Ja, dat testen verwachten we niet dat alle ongevaccineerden dat gaan doen. Ja. En we hebben in de lockdown al de eerste helft verloren, zeg maar, van onze klandizie. Mm-hmm. En dat kan gewoon niet nu nog een keer. Nee. Dus hoe we daar uit moeten gaan zien te komen, dat weten wij ook niet. Heeft u daar al ideeën over? Eigenlijk zijn er twee mogelijke scenario's. Het eerste scenario is dat je tegen de regels ingaat met het risico op een boete en met het risico dat je de gevaccineerden juist verliest. Mm. Of dat je zegt, we gaan door met alleen de gevaccineerden en dan verliezen we de ongevaccineerden. Want je kunt niet mensen door laten betalen die er dan niks voor terugkrijgen. Ja. Beide scenario's zijn niet echt onze favoriet. Dus dan zou het kunnen dat we helemaal stoppen, maar ik weet niet precies hoe dat allemaal gaat lopen. Ja, wat vindt u eigenlijk? Zou het kabinet niet meer moeten inzetten juist op een gezonde levensstijl? Dat is wat u als sportschool in principe doet, in plaats van die QR-code te verplichten. Ja, ik vond het wel mooi dat net al even werd aangestipt aan de tafel, want ik hoor eigenlijk maar heel weinig in de persconferenties dat mensen gezonder moeten gaan leven, meer gezond eten, meer bewegen. Dat zou echt in de persconferenties een duidelijkere lijn moeten zijn. Dat we meer gaan focussen op de lange termijn
En ja, het wordt voor mensen nu wel heel makkelijk om ongezond te eten. Het is goedkoop. En het is zo makkelijk om 3 keer per week patat te eten. Terwijl het juist de gezonde eten zou meer aantrekkelijk en gezond, meer goedkoop gemaakt moeten worden. Ja. Tot slot, hoe ziet u eigenlijk de komende tijd tegemoet? Bent u optimistisch of toch een beetje negatief? Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Ja, met God is eigenlijk alles optimistisch te bekijken. Maar als we de persconferentie horen en er wordt een kijkje in de toekomst gegeven, ja, dat toch ziet er toch niet heel goed uit. Ja, Bartel van Delen van sportschool Refit, heel erg bedankt voor uw toelichting. Meneer Kloosterman, hoe luistert u hier naar? Nou, enerzijds herkenbaar, hè? Een dilemma van een ondernemer die hier gewoon mee zit. En met 50% van zijn klandizie. Zeker, dus in die context gewoon tussen twee vuren in zit. Mm-hmm. En het gaat wel om je broodwinning. Ja. Of om een zaak die je met passie opgebouwd hebt. Dat is heftig om te horen. Dat raakt mij ook zo'n verhaal. Ja. Want hoort u die verhalen vaker? Zeker, wij hebben heel veel ondernemers die hier mee zitten. En nogmaals, per branche verschillend. Werd net ook al gezegd, als ik iemand uit de zorg spreek, heeft hij heel andere dilemma's dan iemand die een sportschool houdt of in de reisbranche zit. Maar die verhalen zijn er zeker, dat klandizie wegvalt, omzet wegvalt. Of soms na jarenlang werken een mooi opgebouwde zaak failliet gaat. Ja, volgende week vrijdag. We hebben het al eventjes genoemd. Zojuist 12 november wordt er opnieuw gepraat over een eventuele wetswijziging. Kunt u heel kort toelichten wat die wetswijziging inhoudt? Dan wordt het eigenlijk mogelijk gemaakt dat we ook in werkrelaties de QR-code gaan vragen. Dus je maakt eigenlijk, in gewoon Nederlands gezegd, een slagbom. Stel dat ik een werkgever ben, dan kan ik u verplichten om een QR-code te laten zien om op kantoor te komen. Precies. Dus om binnen te komen en mijn werk te kunnen gaan doen, is dat verplicht. Ja. En je hebt nu natuurlijk nog te maken met dat een QR-code het groene vinkje geeft door of een vaccinatie, of je bent ziek geweest en weer beter geworden, of je hebt een test gedaan. Ja. Vandaag is gezegd, die QR-code gaan we op meer plekken gebruiken. Dat betekent voor niet-gevaccineerden dat ze misschien wel 2, 3, 4 keer per week een test moeten doen, want die is maar 24 uur geldig. Mm. En dat betekent natuurlijk heel veel moeite. En er werd ook ronduit erkend, dat vond ik best wel schokkend. Ja, dat is voor niet-gevaccineerden en gewoon wat meer werk. En die pressie die willen we eigenlijk ook wel. Ja, dat onderscheid wordt eigenlijk steeds groter gemaakt. Ja. En dus er wordt nog steeds gezegd, we zullen nooit verplichten. Dat klopt naar de letter. Mm. Maar nu in de maatregelen, in de consequenties van je keuze, wordt er wel degelijk een verschil gemaakt. En komt er gewoon een tweedeling in de samenleving die niet kleiner wordt, maar groter. Ja. En daar ben ik heel bezorgd over. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Wat verwacht u? Is hier een meerderheid voor te vinden in het parlement? Tot nu toe zijn de stemmen daarover erg verdeeld en men is huiverig. Maar je ziet ook wel, ik sprak een parlementariër die zegt, ja, naarmate het langer duurt en de crisis minder goed te bestrijden is, worden sommige geesten ook wel rijp om verdergaandere maatregelen te doen. Eigenlijk heb je het er hierover. Is men in de politiek bereid de prijs van minder vrijheid te betalen? Ik denk dat het uiteindelijk daar wel bij uitkomt. Ja, wat denkt u? Ik denk het ook. Er zijn bepaalde maatregelen genomen. En nogmaals, echt van je zou maar op die stoel zitten. Ja. En ik zou ook niet een uitweg weten hoe het dan wel moet. Dus met die reserves wil ik wel maken. Maar we hebben ook met die avondklok was ook iets, hè, dat we zeiden van, nou, dat zal er nooit gebeuren. En toch gebeurde het. Is gebeurd, die is maar kort en die wordt verlengd. Dus ik begrijp die zorg heel goed. Ja. Met tegelijkertijd de aantekening dat het wel ingewikkeld is, wat dan wel de juiste weg. Ja, en ook maar daar kunnen we toch de basismaatregelen, als we die wel goed zouden houden, en dan heb ik het over een overheid die daartoe oproept, controles doet, maar ook wij hier aan tafel en iedereen. Dat zijn helpende maatregelen die ook beproefd zijn en helpen in het bestrijden van die besmettingsgraad. Maar wat Hugo de Jonge wel zei is van, we gaan dit alleen maar doen op het moment dat die besmettingscijfers niet afnemen. Dus het is een soort noodgreep eigenlijk. Dat is het, omdat we zien dat we ons er te weinig aan houden, gaan we nieuwe maatregelen erbij doen. Ja. De QR-pas of de QR-code. En die mogen dan nogal wat kosten, namelijk vrijheid en een tweedeling in de samenleving groter maken. Dat is nogal een keus. Ja, wat gaat u eigenlijk doen om te zorgen dat die QR-code voor werkgevers dat er niet komt? Ja, de RMU is er om individueel met je mee te lopen als een baas van je dat zou vragen, terwijl er nog geen wettelijke grond voor is. Dan gaan we desnoods mee tot een rechter. Want recht en plicht in dit land, daar moeten we zuinig op zijn. Die beschermen vrijheden, juist ook in machtsrelaties, zoals een werkgever-werknemer. En wij zijn ook belangenwaardigers om stem te geven aan. Nou, dat kun je doen door een goed stuk uitleg. Maar het is natuurlijk sterk als je dat namens heel veel mensen doet. Dus deze avond gaat er een website in de lucht. www.rmu.nu/teken-de-RMU-petitie. /teken-de-RMU-petitie. Daarin roepen wij op tot eigenlijk twee dingen. Laten we niet die QR-code als slagbom op het werk laten. Laten we die zo niet laten gebruiken. Laten we ons houden aan de basismaatregelen. En eigenlijk is dat dan het derde. Wat meer respect, want de tweedeling neemt toe.
Er is gewoon veel vuur in het debat, emotie. En dan hebben we meer de rust nodig, het luisteren naar elkaar en ook de mildheid. Ja. Nou, als je daar ja tegen zegt, tegen die dingen, teken dan die petitie. Petitie, want wij gaan naar Den Haag het overhandigen. En dat doe ik liever namens 16.000 mensen dan namens 8.000 mensen. Tweedeling in de maatschappij. Als we kijken naar coronamaatregelen, die leiden toch vaak tot discussie, tot polarisatie ook in de maatschappij. U heeft daar een boek over geschreven en dat boek heet Sta op, doorbreek polarisatie. Heel in het kort, waar gaat het over? In het kort is een Bijbelse geschiedenis van Handelingen 8, vers 26 tot 40 om precies te zijn. Ja. Een hele charismatische evangelist met een wonderbediening, Filippus, die komt in contact met een Ethiopische eunuch. Totaal ander type, meer een intellectueel team, een buitenlander. Mm. Iemand met een ingewikkelde seksuele status, dus een gecastreerde man. En toch weten ze elkaar te vinden. Yeah. Ze weten Jezus te vinden en vruchten dragen weer ook in afzonderlijke gebieden. Yeah. Dus ik dacht, als er één relevant verhaal is, een geschiedenis voor de komende jaren, dan is dat die wel. Ja, en wat heeft het dan te maken met de polarisatie rondom, laten we zeggen nu, de coronadiscussie? Je ziet dat die eunuch, die ging op naar Jeruzalem om God te aanbidden, waar die niet binnengelaten zal zijn. Er was ook grond in Gods woord om dat niet te doen. Die druipt eigenlijk teleurgesteld af. En dan zie je dat eigenlijk God iets nieuws doet, dat Filippus daar ook moedig in is. En cruciaal daarin is dat hij niet zegt van, nou, zal ik je de handen opleggen, zal ik voor je bidden, dat is misschien zijn eigen natuur. Maar dat hij een vraag stelt van, begrijp je wel wat je leest? Dus hij gaat echt in die ontmoeting staan. Hij is nieuwsgierig naar de ander, terwijl er ook in die tijd heel veel stigma's waren over Ethiopiërs, al helemaal over zo'n eunuch. En daarin laat hij ook echt het hart van Jezus zien, dat hij zegt, ik ga eerst luisteren naar je voordat ik een conclusie trek. En nou, letterlijk reizen ze samen. Ja, want vertaal dat eens naar de coronadiscussie van vandaag. Maakt u zich zorgen over de polarisatie, laten we zeggen, binnen de kerk als het gaat om corona? Nou, in mijn boek gaat het wel breder, ook over culturen, over ethische dilemma's, maar ook corona natuurlijk. En je ziet daarin in kerken ook een enorme tweedeling. Ik denk dat, jammer genoeg in deze, dat de kerk de wereld ook volgt, of soms misschien daar wel voorloper in is. Mm. Dat er heel snel met etiketten geplakt gaat worden als je gelooft dat dit een scenario is. Dat politici niet integer zijn. Dat ze ingezet worden voor de Great Reset. Mm-hmm. Voor allerlei andere Nederlandse belangen. Dat er al heel snel etiket wordt geplakt van, nou, als je dat niet doorhebt, dan bezit je de Heilige Geest niet. Mm-hmm. Of je bent niet wakker. Of je hebt geen oog voor de profetie in Openbaring. Aan de andere kant, dat er ook mensen zijn die misschien al het heil van het vaccin verwachten. Hm. Continu alles doorberedeneren. En die eigenlijk een beetje langs elkaar heen praten. Die langs elkaar heen praten. En wederzijds, bij mij in Amsterdam werd er op een gegeven moment op de Dam, hè, werd er een galg tevoorschijn gehaald. En de ene zei, hè, die galg is voor Hugo de Jonge. En spreekwoordelijk knopen weer de andere partijen, de anderen aan de galg op. Die zeggen van, jullie houden onze bedden bezet. En als jullie je zouden laten vaccineren, dan zou er wel ruimte zijn in de zorg. Ja. Dus over en weer wordt er enorm veel voeding gegeven. Mm. Grote woorden gebruikt en veel uiteengedreven. Ja. En als dat al je overtuiging is, en die mag stevig zijn, dan is het een keuze om elkaar zo te bejegenen. Mm-hmm. Het vaststellen dat we het bijvoorbeeld niet eens zouden worden, dat kan ongemakkelijk zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat het vuur erin komt van elkaar niet meer oké vinden. Ja, want hoe verklaart u dat eigenlijk? Ziet u dat ook in uw omgeving, die polarisatie in, in het gesprek of de discussie? Ja, ik zie het helaas ook in de kerkelijke gemeente gebeuren, maar ik zie het ook op de werkvloer gebeuren. Laatst belde een meneer die zegt, ik haal het niet meer in mijn hoofd om überhaupt nog te zeggen dat ik twijfel over het vaccineren, want het is ronduit onveilig. Er wordt zo hard gesproken over ongevaccineerden, en ik ben er op dit moment nog eentje, want ik twijfel gewoon nog, dat ik het niet ga zeggen, het is gewoon niet veilig. Nee. Nou, wat je ook vindt van vaccinaties, dat kan de bedoeling niet zijn. Sterker nog, volgens mij is dat niet de oproep. Maar het is misschien beide kanten op ook, dat soms gevaccineerden misschien niet zeggen van, ik ben gevaccineerd. En ik heb ook de neiging, als ik ergens diep van overtuigd ben, om er een schepje bovenop te doen om die ander te overtuigen. Ja. Misschien moeten we daar eens mee stoppen en vaststellen, er kan verschillend naar gekeken worden, dat blijkt. Hoe gaan we daar nou mee om? Ja. Ik vind het misschien wel ongemakkelijk, maar dat kan ik beter zeggen dan er nog eens een zweepje bovenop doen of een argument bovenop doen of emotie bovenop. Ja, maar u noemde het al net, hè? Wantrouwen in de overheid. Dat kenmerkt ook een aantal christenen, niet allemaal, maar wel een aantal, die zeggen van, nou, de overheid die heeft plannen die groter zijn dan alleen maar Nederland. Ja. En daarom wantrouwen ze. Is dat terecht? Nou, ik kan me soms wel voorstellen, ook bijvoorbeeld met toeslagenaffaire. Ik hoorde onlangs op de radio een paar jaar geleden dat 70% had vertrouwen in de overheid, 30% niet. Ja. Dat is nu precies omgekeerd.
Dat heeft natuurlijk ook wel zijn redenen. Maar tegelijkertijd denk ik van in een ontmoeting, hè, dan proef je ook wel, dan merk je ook wel, hey, die ander met andere standpunten, die deugt ook wel. Ja. Ik ontmoet diverse politici, ook uit verschillende partijen. Ik met name uit niet-christelijke partijen, maar ook wel christelijke partijen. En ik moet gewoon eerlijk zijn, hè, dan schrijf ik er een boek over notabene. Dat ik ook wel merk, ik heb politici van uiterst links, uiterst rechts ontmoet. Bij beide had ik ook zelf best wel wat vooroordelen. Dat ik dacht van, nou, ik ben benieuwd hoe zo'n ontmoeting zal verlopen. En diegene zal wel dit of dat van christenen vinden. En dan moest ik tot mijn eigen schaamte soms ook erkennen. Nou, die ene is gewoon heel... Die is geïnteresseerd. Dat zijn niet zomaar christenhaters. Nee. Nu dacht ik dat ook weer niet. Maar dat je merkt dat in de ontmoeting best wel veel vooroordelen wegvallen. Ja. En dat je dan merkt, bijvoorbeeld ik heb me wel laten vaccineren. Maar dat je merkt dat je verschillende argumenten kunt hebben. Ja. En dat je niet zo hard in de wedstrijd hoeft te zitten. Maar dat je elkaar kunt erkennen als integer. Ja, alleen dat je soms ook in de kerk... Nog even terug naar de discussie binnen de kerk. Heeft u tips, u bent voorganger, heeft u tips hoe mensen dan wel gewoon normaal over corona met elkaar kunnen praten? Zonder dat het uitmondt in een ruzie? Ik denk door een stukje bescheidenheid en mildheid, zoals onze premier dat zei. Ja. Maar ook de bescheidenheid. Die Bijbel is zo complex. Ja. Over bepaalde ethische dilemma's, maar ook over corona. Steggelen we al duizenden jaren over die ethische dilemma's, maar ook over corona. Het is niet zo eenvoudig. Durf in ieder geval te erkennen dat je ook maar een mens bent in een bepaalde context in Nederland, in een bepaalde kerkelijke stroming. En dat die ander niet alleen een andere zienswijze heeft, maar die kan je misschien wel ook iets tonen van de rijkdom van Christus die je zelf nog niet hebt ontdekt. Ja. Samen met alle heiligen zullen we de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van God leren kennen. Meneer Kloosterman, hoe kijkt u daarnaar? Hoe kan die dialoog verbeterd worden? Ja, nou, het begint denk ik met heel goed te luisteren naar elkaar. Mm. Maar ik denk dat een christen in ethische afwegingen, want daar hebben we het nu natuurlijk over, dat bidden doet en daarna ook de feiten tot zich neemt die er zijn. En het helpt niet om, nou ja, wat onder ons, je kunt natuurlijk alles betwijfelen, maar wat wetenschappelijke kennis laat zien met de kennis van dit moment, dat je dat wel betrekt bij je afweging. Mm. En ik denk ook dat het van moed getuigt om als je een afweging ingenomen hebt en een crisis duurt langer, de context verandert. Bijvoorbeeld, er komen besmettelijkere varianten. Dat kan voor een aantal mensen een reden zijn om te heroverwegen waar je staat. Dat is niet slap, dat is niet raar. Dat is gewoon opnieuw een weging maken in dat moment. Ja. Als we elkaar die ruimte geven en ook de ruimte daarvoor nemen, dan denk ik dat dat en helpt en dat er ook wat meer nuance in het debat komt. Nuance inderdaad. Ja. Meneer Boertjes, we gaan een beetje richting het einde van de uitzending. Hoe zorgen we met elkaar dat we niet te veel gefocust zijn op dat hele coronadebat, maar dat onze ogen als gemeente, als kerk gericht blijven op Jezus. Ja, nou, focus vind ik heel mooi dat je dat woord gebruikt. Want je ziet eigenlijk door al die Bijbel-eeuwen heen in de Bijbel die beschreven worden, is de overheid heel vaak niet de vriend van christenen geweest. Hè? Die hadden het veel zwaarder dan wij hebben. En ik zie elke keer als Petrus weer in de gevangenis kwam, als Paulus kwam, in Daniel die moeilijke situatie, dan gingen christenen vurig en eensgezind bidden. En dus ze gingen vurig zeggen en eensgezind. Vurig en eensgezind. Dat betekent dat ze gingen niet protesten tegen de overheid of zich wapenen of groeperen. Maar ze gingen zich focussen op God en niet op die overheid. En ik denk niet dat iedereen hetzelfde dacht of van dezelfde muziek hield of dezelfde meningen had. Ja. Je hoeft niet een eenheidsworst te zijn om eensgezind te zijn. Maar het is eigenlijk dat je zegt, nou, wij focussen op Jezus. Ja. En een van de laatste woorden die hij heeft gesproken waren, zie, ik ben met u tot aan de voleinding van deze wereld. Denk, hoe mooi is dat? Misschien heeft de ene theorie, de andere perceptie ervan, dat mag. Maar uiteindelijk, maar Jezus is met ons allemaal tot aan de voltooiing. Ja, nog heel kort, meneer Kloosterman. Moeten wij meer inderdaad gericht zijn op Gods woord? Heel kort. Ja, lees je Bijbel, bid elke dag. Wat mij telkens heeft geraakt in deze hele pandemie en crisis, Psalm 91. Daar gaat het over besmettelijke ziekte en wie beschermt. Dat is God die het leven gaf, maar ook onderhoudt. En als we het in zijn handen leggen, elke dag weer, dan denk ik dat er ook een weg door deze crisis is en eruit. Jan Kloosterman van de RMU, Joël Boertjes van harte beide bedankt voor jullie komst naar de studio. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot dan.